Oké jongens, dit is vandaag mijn lunch. En zoals jullie zien ben ik gestopt met koolhydraten. Ik heb hier een eitje met kipfilet en bieslook, zout, peper, komkommer, tomaat zonder zout, olijfolie, wat ik eigenlijk normaal gesproken wel eet, avocado en een beetje hummus. Ik vind het eigenlijk best wel lekker en ik begin steeds meer aan dit soort eten te wennen. En ik merk ook als je wat gezonder eet, dat je opeens alles beter begint te proeven. En ik drink hierbij water. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik kom net lekker uit de douche. Ik heb vanochtend een afspraak gehad bij Dermakliniek om mijn gezicht te laseren. Want de vorige keer hadden ze even geen tijd meer ervoor, omdat Miriam toen ziek was. Dat heb ik vanochtend gedaan. Ik ben net thuis en ik heb net lekker gedoucht. Wij gaan straks naar mijn schoonouders in België. Dus ik ben me eigenlijk aan het klaarmaken daarvoor. Dus ja, ik ga even snel nu mijn haren doen. En dan laat ik jullie ook gelijk een ander pakketje zien die ik van Black Friday sale nog binnen heb gekregen. Oh ja, dit is misschien wel even leuk om te melden. Want ik ga het nu dus zo opdoen. En dan zien jullie mij straks. Maar ik heb dus deze nepwimpers binnen gekregen. En die heb ik besteld op Beauty Bay. En dat zijn dus deze. En het zijn van de individuele wimpers. En het geeft dus zo'n effect alsof je wimper extensions op hebt. Maar dat heb je dan zelf erop geplakt. Dus dat ga ik vandaag zo uitproberen. En dan zie ik jullie straks. Ik ga snel even mijn haar doen voordat het droog wordt. Anders is het niet meer te redden. Zo, ik heb mijn haar een beetje half gedaan. En ik laat ze nu even zo nat opdrogen. Want ik hoop dan dat ik hetzelfde effect ga krijgen als ik in Dubai had. Want dan probeer ik de hele te creëren. Maar het lukt steeds niet. Ik ga nu dus mijn nieuwe zelftan uitproberen. Deze. En dat ga ik aanbrengen dus met deze handschoen. En dan kom ik zo bij jullie terug om even kijken of het is gelukt. Spannend. Zo, ik ben net klaar met de zelftan. Op beeld ga je het helemaal niet goed zien, want ik lijk nog steeds spierwit. Maar ik ben eigenlijk super bruin. Je ziet het niet echt op beeld. Echt jammer, maar ik ben echt heel erg bruin. Dus ik heb maar een zwart shirtje aangedaan, een zwart wijd shirtje, want dat moet daarna. En ik ga nu dus deze wimpers plakken met mijn nieuwe duo lijm voor de gevoelige ogen. En dan zie ik jullie zo weer. Kijk, zo zien de wimpers er van dichtbij uit. En je hebt dus drie versies. Je hebt short, middel en ik heb dus lang, want ik hou wel van een beetje overdreven. En deze zijn nog steeds heel erg natural. Deze zijn nog steeds heel erg natuurlijk, ook al zijn ze long. Ik laat jullie zo wel even zien. Dit is wel een beetje rotwerk hoor, want je pakt elke één. Dan doe je een beetje lijm erop. Niet te veel lijm. Ik weet niet of je hier veel lijm zit. Doe je dus een beetje lijm op. Zo. Dan wacht je even en dan plak je het. Zo, inmiddels ziet het er zo uit. Kijk hoe natuurlijk het eruit ziet. Lijkt net alsof ik wimper extensions op heb. Lijkt net alsof ik wimper extensions op heb. Ik vind het echt zo mooi en natuurlijk. Dat ga ik echt een tijdje aanhouden. I love it. Ik ga niet tegen jullie liegen. Maar ik ben ondertussen gestopt met deze lijm. Ik vond hem best wel slecht. En ik ben toch overgestapt naar deze. Want die blijft toch wel het beste. Ook al reageer ik overal heel erg sterk op. Maar deze plakt gewoon het beste. En dat is die van Queen Tarzi. En ik heb de zwarte versie ervan. Dit is nu het verschil. Ik ga nu even verder met deze oog. Nou, inmiddels ziet het er zo uit. Ik heb het tweede ook gedaan. Ik vind het echt zo mooi en natuurlijk. Laat me even in de comments weten of jullie dit mooier vinden dan mijn wimper extensions. Het is niet helemaal gelijk, zie ik. Ik moet denk ik hier nog wat meer bijvullen. Maar ik vind het echt zo mooi. Ik zit trouwens echt voor een lichtje. Want het is al super donker buiten. Ik laat jullie even zien. Kijk hoe donker het buiten is. Niet normaal. Hi Lira. Lik jij lekker? Lekker hè? Kikapoetje, kikapoetje. Mijn haar is trouwens echt mooi aan het opdrogen. Het is een beetje te licht hier. Zo is het beter. Oh ja, trouwens, ik ga even een beetje kletsen terwijl ik me een beetje klaar maak. Oh, ik ben mijn foundation vergeten. Moment. Ik ga nu mijn NARS foundation opdoen. Ik wil eigenlijk heel graag een andere foundation kop. Maar ik denk, ik ga eerst deze gewoon zo wit. Want ik net die zelftan heb opgedaan. Nu zie je het wel goed. Even kijken. Maar ik wou dus heel graag weer een MAC foundation. Maar ik dacht, ja, deze is bijna nog vol.
Ik maak deze gewoon eerst op. En daarna ga ik over naar MAC. Op een of andere manier vind ik MAC Foundation toch het beste bij mij. Maar wat ik jullie wil vertellen. Selma's vlog is net dus online gekomen. En daarin zei ze dus dat ze eigenlijk een beetje heeft gelogen tegen mij. Want zij is gewoon net het gezond bezig geweest. Tegen mij heeft ze gezegd dat ze best wel ongezond nog at. Dus ze heeft me eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. En ze zei daarbij ook nog dat ze al 2 kilo is afgevallen. Maar echt gemeen eigenlijk van haar. Maar ik heb haar al geappt, want jullie waren dus heel scherp. Ze had gewoon nog haar tas om toen ze op de weegschaal ging. Dus ik heb gezegd dat zij 12 kilo moet afvallen en ik 10 kilo. Want geloof me, die tas van haar was sowieso 2 kilo. En weet ik zeker dat die 2 kilo was. Ze had gewoon die Balenciaga tas om. Dus dan zijn jullie ook op de hoogte daarvan. En daarnaast ben ik eigenlijk zelf heel erg strikt bezig nu. En ik ben gisteren, ik heb het niet gefilmd. Ik ben gisteren dus begonnen met die hard sporten. En Nessim is mijn coach. En geloof me, hij is niet lief voor me. Dus dat gaat eigenlijk ook wel goed. En nu ga ik eigenlijk om de dag gewoon sporten. En ik vond het eigenlijk heel erg leuk om te doen. Oké, ik ga jullie ook heel eerlijk toegeven. Ik heb een beetje vals gespeeld gisteren. En ik heb eigenlijk precies hetzelfde gedaan wat Selma bij mij heeft gedaan. Alleen zij heeft het dus niet doorgehad. Onze volgers gaan nu echt denken van wat de fuck zijn hiermee bezig. Maar gisteren heb ik dus zo gezond gegeten en koolhydraatarm. En ik heb echt letterlijk in totaal, wat eigenlijk super slecht is. Maar ik had eigenlijk geen trek, want ik had gewoon heel veel, maar heel gezond. In totaal 700 calorieën binnengekregen. En ik had voor mezelf heel gezond gegeten, gekookt. En voor Nessim had ik gewoon pasta gemaakt met kip en roomsaus en pesto en zo. Daar had hij gewoon heel erg veel zin in. Dus dat heb ik voor hem gemaakt. Maar ik heb dus op Snapchat gewoon gezet dat ik dus pasta aan het eten was. Maar ik heb dus helemaal geen pasta gegeten die dag. Maar ik wou haar dus ook gewoon even misleiden. Inmiddels ben ik klaar met mijn look en is mijn haar best wel een beetje opgerold. Nee, het is echt nog heel erg vochtig. Maar het ziet er steeds beter uit. En ik ga nu even de setting spray op doen. Ik zal jullie even hier neerleggen. Mijn nieuwe setting spray van Mario Badescu. Even kijken hoor, waarom is die zo licht door? Dat heb ik hier geen idee. Oh, ik vind deze. Je zou het nooit verwachten van komkom met aloe vera. En green tea. Je zou het nooit verwachten, maar deze ruikt 10 keer lekkerder dan de andere die ik eerst had. Die roze. Had ik echt niet verwacht. Maar even de spiegel hier neergezet om mijn outfit aan jullie te laten zien. Outfit of the day. Kijk, met 2 verschillende sokken. Dit is hoe ik eruit zie thuis. Ik ga nu in mijn stoere outfit even de vaat doen. Want dit ziet er niet uit. Ik begin dus echt te snappen hoe ik die mooie krullen gewoon zo krijg. Oh, ik vind het echt mooi. Zo, ik heb net de vaat gedaan. Ik ga nu even de kattenbakken verschonen van mijn katten. Maar we gaan natuurlijk een dagje weg. Dus het moet allemaal wel schoon zijn. En daarna ga ik even mijn tas inpakken. Stuk, ik heb geen make-up tas meer. Er zit een helemaal vol. Dus ik doe de make-up die ik dit weekend mee wil nemen. Gewoon in een Gucci doosje. Huppakee. Ik heb net het broek met zoveel moeite aangedaan, want hij kwam net uit de was en hij is echt super strak. Maar toen dacht ik, ik heb natuurlijk nog een paar nieuwe spullen van Zara en daar twijfelde ik nog over. Tenminste, over 3 artikelen twijfelde ik nog heel erg. Dus ik dacht, misschien is het nu even tijd om het gewoon allemaal even te passen. En om te kijken wat ik ervan vind. Ik weet het echt niet, jongens. Ik twijfel hier zo erg over. Wat vinden jullie hiervan? Vinden jullie echt iets voor mij? De licht is hier beter. Vinden jullie iets voor mij of niet? Nu heb ik aangedaan en twijfel ik nog steeds. Dat vind ik echt zo jammer. En dan hebben we dus dit jasje. En het was eigenlijk mijn favoriet van de hele bestelling.
Dit is alleen een maatje M. En ik vind hem een beetje zo groot en lompogen. Dus ik moest eigenlijk toch een maatje S, denk ik zo. Want ik vind het een beetje raar staan. Maar ik vind hem wel mooi. Ik zou hem nog wel weer alleen een andere maat. Dus ik ga even kijken of die nog beschikbaar is. Maar ik vind het echt leuk. Ook de kleur vind ik ook echt heel erg mooi. En even kijken. Zonder die flits. Zo is die dus van dichtbij. Dus echt mooi. Echt een mooie jas. Alleen jammer dus van de maat. En dan hebben we dit blouseje. En het blouseje is eigenlijk super mooi. Met gouden knoopjes. Love it. Maar ik vind hem eerlijk gezegd toch niks van mij. Dus deze gaat sowieso terug. Hij is een beetje zo wijd en een beetje rond hier. Ja, het maakt mijn figuur zeg maar niet echt mooier. Ik moet eigenlijk een blouseje hebben die sowieso... Ik wil niet zo'n diepe décolleté. Want ik vind een beetje décolleté vind ik niet erg. Maar dit vind ik een beetje overdreven voor een blouseje. Het zou ongeveer zo dit moeten zijn. En dan iets minder wijd. Maar ook niet strak zeg maar. En dan... Zo'n model. En dan van boven wil ik dat hij een beetje zo hoekig is. Dat hij mij niet zo rond maakt van boven. Nou, ik hoop dat jullie een beetje snappen wat ik bedoel. Ik doe even de fles uit. Maar ik ga mij nu even omkleden. Ik hou wel gewoon dezelfde broek nog gewoon aan. En dan doe ik iets anders erbovenop. Het is makkelijks, want ik moet ook nog anderhalf uur reizen. En dan wacht ik even tot Nessie komt. Ik begin een beetje trek te krijgen, dus ik ga snel een salade maken met een beetje zalm erop. Zo, dit is wat ik nu ga eten. Ik ga zalm eten met salade, olijven en een beetje koolsla. Het liefst eet ik nu de pasta die ik gisteren voor Nessie heb gemaakt. Maar nee, ik ga hiervoor. Inmiddels ben ik omgekleed en is Nessie weer. Deze vlog? Ja. Over 2 weken. Ik loop 2 weken achter met uploaden. Dan pas? Ja, is toch juist goed. Daar heb ik heel veel om op te loaden. Maar? Niks, ik wou wat zeggen, maar dat kan eigenlijk nog niet. Wat dan? Wat wil je zeggen? Niks. Nou, nu ben ik ook nieuwsgierig hoor. Wat wil je zeggen? Kan je niet zeggen? Ja. Dat is wel heel grappig. Oh, Nessie gaat nu pasta eten. Dat is al mijn 4e bord. Ik had gisteren... pesto. Pasta gemaakt met roomsaus. Heb je pesto in? Ja, een beetje wel. Een beetje. Proeft hij het niet dan? Ja, maar het is goed als je niet te veel doet, want anders krijg ik diarree. Ja, ik lust dat ook niet hoor, zoveel. Maar die room zie je er ook helemaal niet op, want dan komt omdat hij uit de koelkast komt. Lekker hoor, Nes. Good life heb jij. Dankjewel. Wij zijn nu bij de tank en Nes is aan het tanken. Even kijken, wat wil ik zeggen? Ja, wij gaan hier 2 cappuccino's halen. Ik heb echt heel veel trek. En ik mag eigenlijk niet meer eten, want het is nu 7:30 geweest. Ik ga echt niet meer eten. Dus ik ga cappuccino drinken. Als ik bij mijn schoonouders aankom, ga ik gewoon lekker thee drinken en zo. Wat ik wel ga doen, is even mijn jas uitdoen. Want ik kan echt niet rijden met de jas aan. Oh. Zo. Lekkere plekje maken. Ik ga even parfum op. Ja? Ja? Chaco. Wat denk je nou? Ik ga van jou denken en jij blijft lekker warm binnen zitten. Ja. Homo. Maar? Wat ga je doen? Wacht op jou. Ga je niet meer naar binnen? Je gaat... toch koffie en zo? Ja, maar wil je niet halen van mij? Nou. Oké, ik kom mee. Dat vind ik gemeen. Ja, oké. Jezus. Wanneer je aankomt bij je bestemming, maar je man wil niet uitstappen, want hij heeft zijn favorietje op. Dus Nessie zit nu gewoon mijn DM's te checken en te antwoorden gewoon op alle mannen die mijn DM's sliden. Ja, dat klopt. Lees maar voor. Young Soldier, die zegt, heerlijk figuur en dijen. En wel te rusten verder, schat van je kind. Ja, vind je mijn dijen lekker? Kijk dan! Hier voor jou, dij, hier! En je zegt, hi lovely! Hey lovely! How are you? Mooi. Je hebt echt mooie krullen, je bent echt mooi. Hey, thanks man, ik gebruik André Lund. Perfecte curl. Mijn pijn.
ik heb echt pijn. Ja? Eentje zegt, mocht je ooit scheiden? Ja, mocht ik ooit scheiden? Ja, wat wil je? Wil je mijn zippie? Ja. Je sport echt niet. Maar zei, wij vinden het gewoon leuk, hè? Ik vind het echt leuk, man. En ze zegt, je bent fucking geil. Ga je mij komen ophalen? Je bent in de buurt van mijn boobs. Zal ik jou komen ophalen? Vind je mij geil? Hier, deze voor jou. Oké, jongens, het is inmiddels super laat in de nacht. En we houden ze allemaal bij. En wij zitten hier in de keuken. En hij is op zoek naar snacks, maar ik niet. Nee, ik eet niet. Ik eet helemaal niet. Ik heb een snitje. Ik heb toch gewoon. Oké. Zo. Nou, ik ga de vlog afsluiten. Een snitje. Ik hoop dat jullie deze vlog met je leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei.